Dat je in de bediening werkt en dat zo'n wijf dan tegen je zegt van, oh, maar heb je ook een lekker wijntje erbij? En dan zeg jij van, ja, maar natuurlijk heb ik dat. Ik heb een heerlijke, fruitige Sauvignon Blanc. Die complimenteert mooi bij de vieze, zurige wegen, smaak van je kut. En dan zegt dat de wijf van, pardon? Hoe weet jij dat mijn kutzuur smaakt? En dan zeg je van, nou, je hebt nogal een kankerkop. En doorgaans leert de ervaring dat de kut van wijven met een kankerkop niet naar aardbeien smaakt. Is alles weer lekker in balans. En dan zegt het wijf van, oh nee, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde bij het vreten. En dan zeg je, oh, dan heb ik een lekkere chardonnay. Kut hoor.